Hallo, dit is dus uh, deel 2 van uh, eigenlijk de eindeling. Uh, maar eigenlijk ook niet deel 1, Het is het eerste een soort van gesprekje. Uh, dat gaat over wat is fantasy. En ik ga met Tamar op zoek naar wat eigenlijk fantasy precies is. Want ik heb niet echt een duidelijk beeld van, uh, van dat genre. Of is het überhaupt een genre? Of is het tegenwoordig zo breed dat fantasy meer een soort... Ja, ik weet het eigenlijk ook niet is. Nou ja, dat ga je allemaal horen. Uh, ik ga, we gaan, uh, ja, eigenlijk vooral ik ga van hot naar her en van zus naar zo. Want elke keer plopt er iets in. Maar, nou ja, je hoort het allemaal wel. Uh, ik zet hem aan. Ik heb een krakende stoel. Let daar niet op. Dan ga ik even regelen een keer. En dan uh, komt uh, alles goed, denk ik. En, uh, 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 nou ja. Uh, Komt die? Ik, ik zet hem aan hoor. Ik zet hem aan. Een soort van gesprekje. Ja hoor. Dit is een soort van gesprekje. Uh, de allereerste ook nog. Uh, uh, ja, want uh, ik had laatst namelijk uh, iets gelezen. De eindeling van Billy Bones. Uh, ik laat het aan mijn gast zien. Oeh. Ja, maar, maar, precies. Dat is ook wat ik dacht. Uh, ik heb een hele tijd gewacht om dit te gaan lezen. Maar ja, Billy Bones, dus toen. Euh, ja, daar kom ik er eigenlijk niet onderuit. Maar ik vind die cover dus echt super lelijk. Maar dat had je waarschijnlijk al gehoord of gelezen. En ik vind in hem heel mooi. Oh, <laughs> ja, <tie> uh, Nou, je hoort al, de, uh, de meningen zijn verdeeld. Maar ik vond het dus wel heel leuk. En ik begon dus na te denken over. Uh, het genre. Want ik dacht, oh, dit is wel echt een goede instap. Voor de fantasy. Maar toen dacht ik ook. Uh, want dit was heel duidelijk fantasy. Maar toen dacht ik dus ook. Uh, wat is nou eigenlijk fantasy precies? Want in de eindeling zitten allemaal dieren. En we oh, dan praten. Hè? En weet ik van allemaal. Mensen en, en, in de kaart. Nou, alles. erop en eraan. Maar volgens mij. Heb ik veel meer fantasy in mijn leven. Dan dat ik. Dan dat mijn lief is. Nee, dan dat ik denk. Ja, dan dat je hoopt, misschien. Ja, want, maar wie hoor ik dan nu praten? Ik ben uh, Tamar. Hallo. Tamar. Hallo. Ben jij een autoriteit op het gebied van fantasy? Zeker niet. Maar waarom heb ik jou dan wel uitgenodigd? Uh, nou, dat weet jij vast beter dan ik. Uh, maar ik denk omdat ik wel een enorme liefhebber ben van fantasy. En ik dus ook. Een andere reactie heb over een cover als deze. Namelijk dat ik dit meteen heel fijn vind en leuk. En ik hem open wil slaan en wil lezen. Ja. Want jij ziet, dit is voor mij. Ja. En, eh, uh, ja. Het is mijn eerste keer. Voor jou? Voor dit, mij om hier, hier te zijn. De, ja. Precies, en voor mij om in de gast. Dus ik <laughs> weet nog niet zo goed hoe, hoe, ik, hoe we moeten beginnen. Maar, eh, uh, nou, laat ik het dan even openslaan. Je reactie? Ja, een kaart, die willen we. Uh, hoort dat bij fantasy? Um, ja, ja. Ik word, niet alle fantasyboeken hebben dit tegenwoordig. Maar um, ik word er wel altijd heel blij van als ik een boek opensla. En ik zie meteen de wereld waarin het verhaal zich gaat afspelen. Hmm. Dat is het denk ik ook voor mij. Vooral als je weet: oh, het is niet onze wereld. Dan weet ik meteen, dit is, dit, is dit is de wereld, dit wordt het. Ik ga even kijken naar de namen en de locatie. En dit is fantasy. Dit is fantasy. Dus ja. in principe zou ons gesprek nu kunnen stoppen. Um, nou! Maar, maar er is dus wel behoorlijk <laughs> nog. Want ik had dus bij, uh, bij fantasy heb ik echt een beetje dat. Ja, ik denk aan online zijn nerds. <laughs> Die zeg maar naar obscure metal bands luisteren uit Scandinavië. <laughs> die de hele dag Dungeons and Dragons spelen. Nou, de helft daarvan is wel ongeveer waard. <laughs> okay, okay, ik ben best een okay. nerd. Ik speel Dungeons and Dragons. Maar ik luister geen metal bands. Dus ah, okay. uh... En je ziet er niet uit als een. Uh, überhaupt niet uit als een metal. Metalhead. Metalhead, nee. nee nou. Dus dat betekent dat fantasy terrein heeft gewonnen. In ieder geval in mijn hoofd, <laughs> bij, bij verschillende soorten mensen of zo. See, ja, ik denk dat dat ook een van de, de leukste kanten van fantasy is. Is dat er voor iedereen wat wils is. Voor iedereen? Iedereen. Want, Behalve is, mensen die echt niet van fictie houden. Bestaan, die bestaan? Ja, die heb je. Zou ik kan niet zo goed zijn met ze, maar... <laughs> zijn er ook kinderen die niet van fictie zouden houden, denk je? Non-fictie kinderboeken. Maar dat die alleen maar non-fictie willen lezen. Ja die, heb je, ja, die heb je, denk ik wel. Ik ken ja. toevallig, je zegt dit nu, er gaat een lampje branden. Ik ken toevallig een jongen die uh, houdt überhaupt niet van lezen. Maar die is heel erg van de wetenschap. Dus die had vroeger oh. wel van die boekjes, weet je wel: van hoe zit het, hoe werkt het, hoe werkt een vliegtuig, hoe ja. werkt een trein. Een trein. Ik hey. fiets hem er even door. <laughs> hey, je rijdt met trein. Oh ja. Maar, de eindling is echt fancy. Wanneer ben jij dit soort dingen gaan lezen? Of bestond dit? Want dit is modern. Dit, uh, zeg maar, dit is 2018, het eerste deel. Jij bent nu. 29. Om... Precies. <laughs> uh, las jij dit ook? Toen jij tien of elf was, ja, deze dus uh, helaas niet. Uh, ik ken het boek ook niet, ik heb hem niet gelezen. Um, dus uh, ja, aan de cover te zien en aan de kaart aan de ingang te zien zou ik zeggen: Ja, fantasy, dit is mijn ding. Dit sla ik open. Want hoe was fantasy toen? Um, nou ja, uh, fantasy bestaat al lang. Dus uh, ik was niet, uh, geen kind dat ik uh, The Lord of the Rings of The Hobbit las van Tolkien. Dat is een soort van de, de ja, nou, oh, de, mm. <laughs> ja, voor sommige mensen heel saai. Het is ouderwets. Ja. Uh, en het is oud. Dus fantasy was er al heel lang. Toen ik jong was, gelukkig was er ook echt al heel veel um, literatuur gericht op kinderen um, met wel zeker fantasywerelden, fantasyverhalen, ja. ja. um, draken, elfen, dwergen, magie dat vond ik wel heel leuk vroeger um, en ik was ook de doelgroep voor natuurlijk de grote series zoals een Harry Potter ja. um, Narnia want er is zeg maar wat Tolkien vroeger deed in 1937 ik heb net goed ja. gelet <laughs> is zeg maar Harry Potter de auteur van, die gaan we namen natuurlijk niet noemen. Dat weet iedereen ook wel, toch? Ik, Harry Potter is Harry Potter. Potter. Is dat zeg maar hetzelfde <laughs> idee wat fantasy betekende? Zeg maar dat je nog groter publiek gaat krijgen? Of is dat weer te veel credits aan ja, ik, uh, ik nou Ja, ik durfde eigenlijk niet te zeggen. Volgens mij de auteur van Harry Potter heeft ook nooit gemeend om binnen de, de fantasy-traditie te schrijven. Die was gewoon een kinderboek aan het schrijven. Oh, ja. um, volgens oh, oké, mij, als ik me dat goed herinner, praktische. heb ik me ooit wel op ingelezen. Ik weet niet of dit nog klopt. Uh, nogmaals, ik ben geen autoriteit. Ik ben een liefhebber. <laughs> um, <laughs> uh, heeft zij ook wel eens heel duidelijk gezegd... ik, ik uh, lees geen fantasy, ik ken geen fantasy. Het is helemaal niet mijn bedoeling om te refereren aan oudere auteurs... of te stelen van hun of... Ja, ja. Met laten daar inspireren daardoor. Nu, daar geloof ik nu niks mm, meer van. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel elementen heel herkenbaar. Ja, ja, ja. En zij was zeker niet de eerste in haar soort om over een jong kind te schrijven... dat een nieuwe wereld ontdekt met magie. Ja. Um, en op avontuur gaat. Maar waarbij ik bij de eindeling heel erg goed weet... dit is fantasy, maar dat is waarschijnlijk mijn bekrompen brein... Uh, dit is fantasy. hebben Harry Potter heb ik eigenlijk nooit gedacht. Oh, ik lees fantasy. Of zo. Ik denk wat? dan dat jou, jouw idee van fantasy is, wat sommige mensen wel uh, high fantasy willen noemen of epic fantasy. Dus dat is eigenlijk zou je dat kunnen zien als de, oh, de ultieme, absolute, ja. ultieme fantasy. Dus dat is inderdaad The Lord of the Rings. Frodo ah, okay. met zijn ring op pad om het kwaad te bestrijden met elfen en dwergen. Okay. Um, een tovenaar oh. die eigenlijk niet zoveel tovert, maar wel een tovenaar. Oh, ja. een tover, um, die heeft een staf en die doet dan. Ja, hoi, hey. ik, ben een, ik heb een hoed en ik heb een staf en nu en ben, nu een ben grijp, ik een tovenaar. <laughs> Well. <laughs> uh, dit is trouwens ook een hele discussie die we eindeloos kunnen voeren. Officieel is hij geen tovenaar, maar dat is uh, binnen de wereld van oh, uh, Tolkien, uh, is dat natuurlijk allemaal verzonnen. Wat ja. voor personages het zijn en waar ze vandaan komen en wat hun uh, geschiedenis is, is in deze discussie niet relevant. Um, maar dat is eigenlijk wat de meeste mensen denken als ze denken fantasy. Dungeons and Dragons, ja. magie. Elven, dwergen, draken. Gewoon keihard alles wat niet bestaat. Alles wat niet bestaat. Gewoon complete Zo van het ver van je afstaat. Ja. Die, oh, daar uh, heb je dan wel een punt wat, waar, wat bij mij waarschijnlijk dan op die manier werkt. Hoe verder het van me afstaat, hoe meer ik denk, oh, dit is fancy. Ja. Want het is zeg maar een hond en die praat. <laughs> en die pratende hond. Ja, ik weet niet. Het... Ik vind het heel lastig om. Iets wat we stiekem allemaal heel graag willen: dat ons huisdier met ons praat. Ja, ja, ja. Heel moeilijk te begrijpen. Van, oh, er zitten andere wezens in. En dan, dat accepteer ik dan gewoon. Maar bij die hond lukt het dan weer niet. Maar dit is dus een instap voor de high the Epic Fantasy. Ja, ja de ultieme, ultieme oh, okay. fantasy-lezer. Maar dus dit echt... is dus niet voor de fantasy-beginner. Uh, dat ja, hangt er vanaf hoe groot je drempel is. Hoe groot je denkt je drempel te zijn. Ik denk dat in een wereld van vandaag. waar er zoveel fantasy voorhanden is. dat mensen het sneller, vooral kinderen het sneller gewend zijn. Om Gewoon dit op te pakken. Ik, vooral als kind. had gewoon. überhaupt een enorme fantasie. Ik las alles wat los en vast was. Ah, voor ja. mij voelde het niet als een drempel. dat er ineens een beest ging praten. Dat was gewoon. Dat was gewoon. Dat, was gewoon, dat, was, dat gewoon, was gewoon. Zo. Maar bij sommige boeken heb ik dat gewoon. Ja, het is nou eenmaal zo. Ja. Maar bij dit had ik dan toch. En ik weet dan niet waar het dan ligt. En Misschien is het contrast met de andere wezens. Dat de andere wezens gekke wezens zijn. En een hond. Wat ja. eigenlijk gewoon alle dagen is. Ja, ja precies. <laughs> als we nu denk ik, ik zie mezelf als een redelijk creatieve guy. En nu denk ik <laughs> van. Wat je toch bekrompen? Net zoals dat soms de mens het saaist is in alle fantasyverhalen. Want je hebt elfen en dwergen en draken en... Oh, maar daar zeg je wel wat, ja. Dat is hier ook wel. Nou, de mensen worden hier echt weggezet als... Maar als er iemand verschrikkelijk is, dan zijn het de mensen. Ah, Die zijn echt, dat zijn de slechteriken. Dat zijn de slechteriken. Er zijn wel ook wel goede mensen, hoor. Maar dan wordt er weer... Maar uiteindelijk is dan weer een, een mens... Is dan uiteindelijk weer de held of zo. Ah. Dus het is wel... Ik vind het ingewikkeld. Ja, <laughs> ik zou zeggen: het is tegenwoordig heel ingewikkeld. Want vind ik ook. Waarom tegenwoordig? Uh, er is zoveel keus. Er is zoveel. En uh, mensen, auteurs, raken zo erg door elkaar geïnspireerd. Uh, er wordt zoveel gemixt in genres. Uh, je kan bijna geen label meer op een boek plakken zoals vroeger. Ja. Oké, okay, Love Drinks. Fantasy, The hobbit, fantasy hier, alsjeblieft. Veel plezier, ja. magie. Oh, uh, nee, het is gewoon een normale roman. Hier, ga maar lezen. Of ja. een normaal kinderboek of ja. een sprookje. Uh, er worden zoveel elementen uit verschillende boeken gepakt. Um, ja. Omdat het ook gewoon leuk is. Iedereen laat zijn creatief, creativiteit de loop. Ja. Dus er wordt van alles gecreëerd. En het wordt steeds moeilijker om alles in één. Schoon hokje te stoppen waar alles in past, want iedereen is wel weer geïnspireerd op iets, al heb je het niet gelezen, daar heb je wel van gehoord of zo. Is van oh, een dwerg ja, of ik wil het niet anders doen. Dan ga ik ook iets omheen bedenken of zo en dan creëer je weer een nieuw shit. Dus in principe, over honderd jaar is het nog weer moeilijker omdat alles, zeg maar, soort één groot super brei wordt. Je hebt boeken en je hebt dingen op het scherm, denk ik. Ja, 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 ja. Over boeken gesproken. Even... Oh, nee, deze. Even doen we een ander muziekje. Even zien hoor. Even een relaxed muziekje. Want ik heb hier allemaal andere boeken staan. Waarvan ik dacht... Um, is het fantasy of niet? Dan moet ik ze wel kennen ah. natuurlijk. <laughs> dat, ik, dat, ik dat, uh, dat ik dat niet eerder heb bedacht. Is het fantasy of niet? Eh... Um, maar ik kan wel een beetje vertellen waar het dan over gaat. Nou ja, ik heb hier bijvoorbeeld. Het oneindige verhaal. The Neverending Story. Ah, Mijn bevinding. Dit is fancy. Zeker. Ja. Kijk, epic fancy. Uh, <laughs> ik heb een nieuw woord geleerd. Dat ga ik nu de hele <laughs> tijd. Herhalen. Zou je eronder kunnen scharen? Het speelt zich ook een beetje af in onze wereld, toch? Want ja, dat is waar. Bastian. Ja, best. De namen goed zeggen. Bastian. Of uh, Bastian Baltasar Bux. Oh, Weet lekker je? alliteratie. Hoppakee, ja, <laughs> absoluut. Het is een gouden klassieker staat er ook ja, op. Ja, zeker. Uh, ja, ik zou het ik, iets minder denk ik onder epic fantasy scharen, omdat... Omdat de kinderboek is zeker? Hm? Hm? Nee, hm? zeker niet. Zo okay. denk ik niet. Zo denk ik zeker niet. Maar er zijn um, dus wel mensen die zo denken. Er zijn zeker oh, mensen daar kunnen die we zo denken. straks. daar kunnen we zo meteen even over hebben. Ja, maar wat, wat ik uh, als scheidingslijn zou nemen is... Bijvoorbeeld de Eendeling, de denk ik, speelt zich volledig af in een andere wereld die niet in relatie staat tot onze wereld. Het is gewoon ja. op zichzelf gecreëerd. En dit is eigenlijk een soort van parallelle wereld. Oh, Oké, okay. dan valt deze dus ook al af. Het is zeker fantasy, maar niet epic, zou ik zeggen. Oh, want epic is echt in de zin van: echt, alles is verzonnen. Het is een episch helder verhaal in een wereld die niet oh, ons ja. is. Dat is wat ik zou zeggen. En zo'n crossover, hoe zou je dat waarvan dat dan? Ja, onder, je? nou ja, er zijn tegenwoordig heel veel subgenres gecreëerd. Uh, om toch maar kaders te bedenken die er misschien niet zijn. Uh, je zou het kunnen zeggen: de Alternative Dimensions Fantasy, oh, ja. alternatieve werelden. Oh ja, um, ja, dan valt dit absoluut onder. Of, of misschien. Dan, dan ligt deze, op, die leggen we hier dan ook neer. Ja. <laughs> Maar het land Die, van en raas. deze en dat en oh, zoveel hier. En dan Leg ik dan neer oh. en dan een uh, reisbureau wereldvreemd, hoppakee. Uh, alternatieve. Oh, dat is hem wel een beetje. Dus het is eigenlijk een beetje oh, hetzelfde als Harry Potter, Harry inderdaad. Potter wat, wat, het speelt zich zeker af in onze wereld, maar een, een andere versie van onze wereld. Ja, precies. Oké. Okay. Waar magie mogelijk is. Wat we allemaal willen. Er is magie mogelijk. Maar er zijn dus ook beesten. Uh, soms, ja. Want. Ik heb hier de veger. De veger speelt zich af. Uh, nou in. Uh, de, als de, de schoorsteenvegers. Oh, Die zijn, dat zijn kinderen. Maar dat is zeg maar. Uh, nou, Victorian times, zeg maar. Lang, lang, lang. Er wordt dus een uh, golem geboren. Uit een kol. Ja. Wordt het vanaf dan. Fantasy, zou ik wel zeggen. Nou is een een golem, geloof ik, ook een ouderwets mythisch wezen, of is het niet zo'n golem? Uh, ja, dat is. Ja, maar dat, dat ja, ik weet, ik heb ja. daar helemaal precies nul verstand van. <laughs> <laughs> uh, nee, maar ik zou dit zeker inderdaad, want het speelt zich ook af in een andere tijd, dus dus niet in onze ja. onze ja. tijd, onze wereld. Ik zou dat zeker fantasy noemen en dan misschien iets van alternatieve geschiedenis. Dus uh, historical oh, fantasy. Ja. Oh, hi oh, de historical fantasy. Ja. Nou, dan uh, alternatieve verleden dan, van onze wereld. Is dan Jurassic Park? Dat is dan niet echt per se een kinderboek, maar wel eentje die op mijn uh, to be read uh, lijstje mm -hmm. staat. Is dat dan ook historical fantasy, of is dat dan meer in de science fiction hoek? Ja, ik denk dat dat dus inderdaad zo'n eentje is die een beetje tussen fantasy en science fiction. Invalt. of eigenlijk meer naar science fiction valt. Uh, het is namelijk allemaal gebaseerd op wetenschap, het zou wetenschappelijk kunnen. Of het wordt wetenschappelijk ja, uitgelegd ja, ja. wat er gebeurt. En het speelt zich af in eigenlijk de hedendaagse dag. Ja. Volgens toen het boek geschreven werd ja. in ieder geval. Um, dat zou ik eigenlijk science fiction noemen? Oké. Okay. Maar ja, want het gaat ook om echte wezens die vroeger bestaan hebben. Zoals we dat voor zover we weten, natuurlijk. Uh, en toen de tijd uh, de ah, auteur ja, wist ja, hoe ze eruit ja, zouden ja, zien. Ja. ja, ja. Hmm. Dus eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd. Het is niet per se magisch. Oké, oké, oké. Dus, okay, 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 dus niet per se magisch in een wereld die er nu is. Dan heb ik. Uh, ja, ik heb hier. Hier kan ik mijn bel niet over, de, over ophalen. Zeg maar dit is gozerd. Hmm. Pieter Koolwijk's Gozert. Speelt zich af in. Uh, ja, kan gewoon nu. Kan het gebeuren. Maar Gozert. Die zit in het hoofd van Ties. Ah. En nu? En nu? Dat uh, heeft hij een <laughs> hele creatieve geest. Maar. Het, het, voor mij is het namelijk geen fantasy. Nee. Uh, Gebeurt het echt? Voor voor Ties wel, voor, Thies wel, voor ja. sommige mensen ook. Ik denk voor Pieter Koolwijk zelf ook. <laughs> <laughs> voor mij niet. Deze zou ik denk ik de zou ik zelf moeten lezen. Het klinkt niet per se als iets wat fantasy zou zijn. Uh, ja. De magie wordt niet door de andere karakters geaccepteerd als zij het gebeurt. Klopt, klopt. Dus echt Op iets één wat één in zijn hand. hoofd afspeelt. Betekent ja. niet dat het niet echt is. Citaat ja. uit Harry Potter, sorry, daar is hij weer. <laughs> oh. <Heeloooh>. <lacht> 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 um, dus het betekent, oké. Okay. Dus het moet wel door iedereen in het verhaal, in ieder geval, geaccepteerd zijn dat Goos het bestaat. Maar moeten ze ja, het ook e kunnen zien? Hmm. Of, want die moeder die zegt op een gegeven moment tegen Ties, even spoilers hoor, als je Goos oh nu oh. niet hebt gelezen, dan ben je. Ook, dat, die zegt op een gegeven moment ook uh, tegen Ties: van, Ik geloof je. Ja. Zij heeft Goos nooit gesproken, nooit gezien. Ik vind het wel een moeilijke, moet ik zeggen. Want uh, het kan soms zo zijn dat de hoofdpersoon in een boek eigenlijk de enige is die uh, die doorheeft dat er iets uh, supernatuurlijks gebeurt. Ja. Dat is niet iets normaals binnen het genre fantasy. Nou ja, je, tot op een bepaalde hoogte is in het begin Harry Potter de enige die doorheeft dat hij magische dingen kan en daar iets gebeurt. Totdat hij bevestiging is, oh, ja. krijgt dat er een andere wereld is. Um, ja. Hebt... Oh, dus het zou... Want dit is een uh, deel 1 uit een trilogie wordt dit. In het tweede deel gaat het over een meisje. En in het derde deel gaan we, gaat het weer over gozerd, waarbij we van alles en te weten iedereen komen. Iedereen kent ineens gozerd. En hij bestaat. En hij wordt door andere dat, mensen dat, dat, dat weten we nog niet. Oh. Maar dan zou het in retrospect toch nog fantasy kunnen worden? Z zou je het best fantasy kunnen noemen? Oh, dat is, zou wel uh. lachen zijn, hè? Dat je ineens... Schri je schrijft zeg maar niet een fantasy en dan dat dan later... Toch nog met terugwerkende <laughs> kracht. fancy... oké. Okay. Ja, als Gozer het echt effect heeft op de wereld om zich heen, nee ja, heeft effect op Ties. Ties zit in de wereld die zorgt mm. voor dingen. Omdat ge, ja, ja blijven moeilijk. Ingewikkeld. Vinden. Ja. In principe. Rantje. Voor mij is dit geen fancy. Dit is mental health. De mentale gezondheid voor <laughs> de mensen die uh, wat minder goed onderlegd zijn in het Engels, even klassieker, zo ik weet niet hoe lang de uh, is. Dit is we eigenlijk wel leuk: Koning van Katoren. Die heb ik nog nooit gelezen. Goed zo, <laughs> zo. <laughs> Erg, <hè? laughs> maar daar zit daar zit wel een draak in. Is een draak fantasy, gewoon ja. zodra een draak in zit. Die we gaan ja, niet gelijk wel naar, zeggen, naar de epic. Maar, uh, ja, je kan, kan erover uh, discussiëren of het uh, misschien meer in de trant van een mythisch wezen is of zo. Uh, het is natuurlijk ook een uh, mythisch wezen wat daar bestond dat bestond voordat het een uh, klassiek fantasy ja, wezen precies. was. Ja, precies. Maar het hangt ook van de rest van de wereld af of het. Uh, ja, want het voelt wel. Want hij staat hier ook in zijn spijkerbroek en zijn dingetjes op, pla op het plaatje. Ja, foto, maar dat maakt niet zeggen, uit. De, we hebben ook moderne fantasy. Zoals dit, chaotische goden. Oeh, klinkt heel fantasyig. Maar, uh, mythologie. Ja. ja. Ik heb daar echt niks zinnigs over te zeggen. Nee, zou men kunnen scharen <laughs> onder uh, de voorganger van fantasy? Want, uh, hoe oud is fantasy? Want dat is niet... Het zal wel weer niet duidelijk zijn. Nee, ja, je kan... Dan moeten we even terug gaan zoeken... wanneer de term voor het eerst gebruikt wordt... Ja. ergens in een artikel of zo. Over, um, over het algemeen... Johannes 1. Okay. Of hoe heet dat? <laughs> <laughs> ja. Want, uh, Exodus, hè? Want de, oh ja, 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 ja. Want dit gaat over mythologische dingen en zo. Goden. Mm -hmm. uh, Jij zei het laatst tegen mij van uh, de Bijbel. Er zijn allemaal leuke memes over. <laughs> Dat is zeg maar. Ja, ik, ik ga er helemaal met je mee natuurlijk. Dat is een grote uh, fantasy. Beste fantasy uh, serie wordt geschreven Door verschillende <laughs> ja. auteurs wel. Ja, ja, ja. Nou, Antologie laat een logie eigenlijk dan. Laat een comment achter als je denkt. <laughs> ik ben het helemaal met je eens. Als je het niet mee eens bent, kom dan met een goed argument waarom het geen <laughs> fantasy is. <laughs> Nou uh, heb ik een niet al te goede basis om hierover te discussiëren. Omdat ik de Bijbel nog nooit in zijn geheel gelezen heb. Oh, ik ook niet. Ik ook niet. De dingen die ik, die ik weet. Denk ik van. Oh ja, dat is wel echt verzonnen, inderdaad. <laughs> <laughs> Even kijken hoor. Nou, dan nou heb ik nog wel een leuke. Dit is een piratenverhaal. Mus en kapitein Kwaadbaard. Oh, heel leuk. In principe zou ik denken. Ja, de, ik, als ik dit lees, dan denk ik niet. Ik zit nu met mijn hoofd in de fantasy. Want piraten. Hebben, ja, weet je, dat heeft toch ergens iets historisch voor me? Ja. Ik ben er ook natuurlijk wel opgegroeid. Tenminste, piraten, dat is overal wel in verweven of zo. Dus het is. Maar zou je dan bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean fantasy noemen? Nee. Ja, zou ik dus wel zeggen. Maar ik zou zeggen piraten ja, ja, ja. het <laughs> piratengenre uh... is een heel groot genre en een heel leuk genre uh, het hangt maar uh... is piraten een subgenre van fantasy nou ik weet niet of het officieel uh, het is denk ik een element wat in fantasyverhalen voorkomt U... zijn er officiële Subgenres? Oh ja? Ja. Wat is dan officieel? Nou ja. Waarom is piraten dan geen officieel? Ja, oh, dit is zo'n moeilijke discussie. Het hangt er natuurlijk vanaf wat je als officieel uh, ja. benoemt. Uh, ik zou zeggen dat wat officieel is, wordt enigszins bepaald door uitgeverijen en ja, de commerciële kant van de boekenwereld, oh. om de boeken te kunnen verkopen. Dus er worden labels verzonnen om te kunnen zeggen, nou, dit is wat het is, vind je het leuk, hou je hiervan, ja. nou, dan is dit voor jou. Um, in grote lijnen zou ik dus zeggen, je begint bij Epic, epic Fantasy. Dat is echt hardcore. Nou ja, hardcore. Die hard Dungeons fantasy. And Dragon nerd ja, fantasy. Ja, precies. Um, en tegenwoordig zijn daar zoveel, uh, hebben auteurs daar zoveel mee gedaan. Zoveel nieuwe dingen variaties ja. op verzonnen. Uh, dat je soms door de genres niet meer weet wat je moet kiezen. Um, ah, ja. Maar wat je, dus je in kan, grote ja. lijnen aan kan houden is dat je bijvoorbeeld ook urban fantasy hebt. Dat is wel echt een subgenre. Dus dat is eigenlijk moderne of fantasy wat zich in de moderne tijd afspeelt. Dus bijvoorbeeld in uh, hedendaagse Amsterdam of Utrecht of New York of Londen. Ja. Uh, gewoon in een stad, maar dan met magische elementen. Zoals een Harry Potter. Dus eigenlijk oh, oh, gewoon ja. Londen. Oh, zoals Harry Potter, zoals... Maar uh, dan even kijken, hoor. komt er ineens een huis tevoorschijn wat er nooit was. Uh, en dat is dan... Ja, uh, precies. Uh, of een hele straat, een hele winkelstraat waarvan de rest van de mensen niet weten dat die bestaat. Ja, ja, ja. Zou je urban fantasy kunnen noemen? Urban fantasy. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus eigenlijk uh, onze wereld met een twist. Om het, uh, dat klinkt super toegankelijk, wel. Heel toegankelijk, Ja zeker ja. en ik denk voor veel mensen een een makkelijkere manier om te beginnen met het lezen van fantasy ja sowieso voor mij omdat ik dan niet denk dat ik fantasy <laughs> aan het lezen ben <laughs> gewoon, precies uh, het is gewoon het is gewoon een kleine vermomming. maar het is wel ge, ik ben ja, het is wel jammer dat ik uh, geen kinderen heb of zo nou. of uh, access. Uh, tot kinderen die zeg maar van dit soort uh, fantasy verhalen lezen van, dat ik dan weet van oh weten jullie wat je leest ja. of zo. Wat, of, hou je überhaupt bezig met een genre? Deed jij dat vroeger? Nee, nee. Ja, de vraag is inderdaad ook in hoeverre vind je het belangrijk. Het is denk ik fijn als je weet Hokjes. om om ja om te weten gewoon. Oké, okay, dit vind ik leuk. Dit vind ik interessant. Dus ja. hier wil ik meer soorten van lezen. Um, maar voor mij maakte het vroeger toen ik jong was maakte het niet uit. Als het een boek was ja. en het had een kaft en er stonden letters in dan in het, het. Nederlands of op een gegeven moment in het Engels. Ja. Nou, dan kan ik dit lezen. Ik lees het. Uh, en door te lezen realiseerde ik me. Oh, ik vind het leuk als er een beetje magie in zit, ja. of iets geks. Of het is niet onze alledaagse wereld, want dat is al zo saai. Daar leef ik al mijn hele leven in. Ja, ja. Ik wil iets anders. Ik wil iets <laughs> ja. dat mijn creativiteit prikkelt. Ja. En oh, tot mijn ja. verbeelding spreekt. Ja. Um, maar dat hoeft. Uh, ja, precies. En de, de non-fictie, uh, dat zat. Las je dat vroeger dan wel? Nee, las ik vroeger echt. Echt niet. Uh, ben ik langzaam meer gaan lezen? Uh, toen je volwassen werd. <laughs> ja, nu, toen nu ik vol, volwassen school. probeer te worden. <laughs> uh, ja, en school, natuurlijk. Ja, op school ja. wel. Uh, is dat, oh, nu, je zei net van uh, volwassen probeer te worden. Uh, is fantasy dan ook toch wel echt een beetje zo'n vorm dat je altijd even nou, niet zozeer kind kan blijven, of zo? Omdat. Als ik aan uh, hardcore fantasy denk, dan denk ik, oh my god. Als ik kind was geweest, dan was het überhaupt niks geworden. <laughs> <laughs> Gewoon, hoe dan? Ja, ik denk, voor mij was het een uh, heel lang zeker een, een vorm van ontsnapping. Ja. Gewoon een ontsnapping aan, aan de huidige wereld. Uh, ja. En iets wat me inspireerde. Maar ook ja. zeker waar ik wel mijn eigen wereld tot kon verhouden. Het was een makkelijkere manier om uh, moeilijke onderwerpen aan te ja. uh, ik ja. kom even niet uit mijn woorden om aan te snijden. Want ja, je, je, je op een gegeven moment word, ja, ga je zo, ga je oh. terug ga je terug naar uh, ga je terug naar het verleden en dan raakt het toch erg en, dan ja. en dan je hart begint dan ja. sneller te kloppen en dan uh, word je emotioneel van. Ja. Nee, Dat is wat fantasy doet. Zit dus, Met mij wel. <laughs> Zo, ik heb wat gejankt over boeken, jongens. <laughs> ja, oh, nou, nou, ik ook. Ik ook. Maar waren dat fantasies? Volgens mij niet. Bij jou? Ja. Nou, je wel. Nou, Gozart. De Nachtlantaarn. Nachtlantaar is geen fantasy, denk ik. Want het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Jongetje, deze wereld. De jongetje uh, nou ja, is alleen op een gegeven moment. En uh, hij heeft een denkbeeldig vriendje. Ja, dat zit absoluut in zijn hoofd. Ja. Tenminste, uh, ja. Ja. Vind ik wel. <laughs> dat is geen fantasy. Nee. Maar is het, het is ook geen non-fictie. Nee, het is sowieso fictie. Maar uh. fictie betekent niet fantasy. Als iets nee. verzonnen is. Ja, in principe. Als of het fantasierijk een... is, betekent niet ja, dat dat fantasy nee. is. Nee. Nee. Ja, precies. Even kijken. Ik heb geen idee waar dit nu naartoe moet. <laughs> <laughs> Even kijken hoor. Oh, wanneer is iets fantasy? Wanneer is iets... Kunnen we een soort dingetje... Waar, uh, een soort lijstje creëren nu... Op basis van alles wat we hebben gezegd... Van, nou, als je gaat lezen, dan kan je... Of ja, überhaupt als je in de winkel staat... Mm. Dan kan je fantasy herkennen aan de volgende punten. Want... Je hebt tegen mij al gezegd, zeg maar, toen je de eindeling zeg maar, mm. zag. Van, oh, dat plaatje. Oh, ik had dat gelijk gekocht. Oh, ja. die vo de Vond. <laughs> Het Vond. Precies fantasy Vond. En open... Oh! Een kaart. Man, een kaart. <laughs> oh, dit ja. ga ik kopen. Ja, en dit gaat echt terug naar de oude traditie. Um, hoe jarenlang fantasy als een soort van weggestopt kindje in de winkel, in de hoek. Uh, niet als literatuur werd gezien, maar als iets wat uh, ja. mensen met, uh, nou ja. Kinderboeken tegenwoordig, de, de, tegenwoordig doen? Hè? Nou ja, niet ah. echt, mensen die niet echt in de realiteit staan, maar ja. een, uh, uh, een andere wereld zoeken als, uh, ja. als ontsnapping. Ja. Um, dus dat is inderdaad echt deze. Ja, het is ook echt. Het is ook. Blauw is ook mijn lievelingskleur. Dus dat is bij mij. Oh, ik ben wel ja, ja, uh, judge ja. a book by its cover. Ik zeker. Ook. Ik ook. Ja. Bijvoorbeeld uh, dit soort dingen. Dit heb ik gekocht omdat Linde Vaas. Nou, shout out to Linde Vaas. <laughs> ja, dat, is, uh, dat is geen verrassing dat ik dat soort dingen zeg. Want daarover kan ik mijn mail ook niet houden. Precies. En dit is dus heel erg de boeken die ik als kind ook las. Die hadden ja. inderdaad zo'n cover met zo'n. Nou, beest voorop, wat heel erg uh, 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 eruit ziet alsof ze, ze hebben een doel hebben, ze zijn iets aan het doen, ze zijn op avontuur. Zo'n ja. nou leren riem, alsof ze een ja. avontuurse uh, uh, outfitje aan hebben. En dan sla je hem over, open en het eerste wat je ziet is een kaart. Nou, dat is heel ouderwets, à la Tolkien, die ook uh, een kaart ja. van uh, middle earth in zijn boek had. Uh, eigenlijk zou ik dan nog naar achteren slaan om te kijken. Zit hier een, uh, aan de achterkant een, uh, een lijst met definities van uh, oh. aparte woorden. die verzonnen worden. Oh. puur voor de wereld. Um, want hier zit wel een taal in. die zeg maar. Uh, ja. denk ik verzonnen, want ik ja. lees er echt niks van. <laughs> maar er staat geen uh, woordenlijst of register zit nee, er achterin. Nee. Maar ja, dat, is, dat, is... dat was dus wel typerend. Dus als ik. Ja. Gekke, echt, een gekke taal die verzonnen high wordt. Epic fantasy. Ja. Daar is eigenlijk altijd wel. Ja, Elvish, hè? Van Tolkien. Oh ja, ja. Dat ja. was uh, oh, shit, een aparte taal die verzonnen werd. En mensen die dat ook tegenwoordig spreken, die hun best doen om dus de, de taal de, oh, te leren. Dus er zijn mensen die de taal spreken van Tolkien. Ja. Nou ja, één van de talen heeft er meerdere oh, het, uh, insane, gecreëerd. Insane. Hij was wel de ultieme, de ultieme nerd hoor. Uh, maar kijken, dat hoor. is inderdaad waar, waar je dan kan beginnen met... Uh, oké, okay, uh, ja, de dieren die er een soort van gepersonificeerd zijn... en uh, menselijk uitzien als een soort avonturier. Alleen het heeft een vacht en grote oren... en uh, ziet ja. er niet uit als een mens. Um, ik zie, uh, ik heb hier een uh, ding met uh, het lijken man op paarden. Rieders ja. op paarden. Ja. Er staat ook de Brief voor de Koning boven. Ik heb hem nog niet gelezen hoor. Want ik vind uh, Tonkendracht echt knettersaai. Maar ik zal beloven dat ik het ooit eens een keer ga lezen. Ja, heb ik wel gelezen als kind ook inderdaad. Um, fantasy? Ja. Ridders. Omdat om ridders? Ja, ridders, uh, middeleeuwse tijd. Uh, maar een andere middeleeuwse tijd dan onze geschiedenis. Het is dus niet onze geschiedenis. Dus het is een alternatieve geschiedenis. Uh, dus historical fantasy, zoals je het zou kunnen noemen. Oké, okay, historical fantasy. Maar t, uh, wat jij zei laatst dus ook tegen mij. Is van, nou, in principe zou je bijvoorbeeld Star Wars ook als fantasy kunnen typeren. Ja. Terwijl ik dan denk, ja, dat is toch science fiction? <laughs> <laughs> en dan zeg jij iets van. Ja, maar er staat uh, het eerste wat je ziet a long, long time ja. ago in a galaxy, far far away. Andere wereld. Zo gemaakt de geschiedenis van onze menselijke geschiedenis. Oh. Um, er wordt niet per se heb ik het idee, wetenschappelijk uitgelegd hoe ze komen aan die ruimteschepen en die lightsabers, de force, ja, ja, toch precies. zeker een soort van magie. Ja. Uh, Jedi zijn een soort van ridders. Ja. Uh, het heeft zeker fantasy elementen. Uh, ja. Sommige mensen zouden het inderdaad onder science fiction scharen omdat het. Zich in de ruimte afspeelt. Um, ja, maar je, je moet dus altijd een soort connectie houden met aarde. Dan wordt het fantasy. Ja, ja, zouden, zouden sommige mensen kunnen zeggen. Maar je hebt ook zeker wel... Oh ja, het begint niet, steeds meer nee. te mengen. Science fiction ja. en fantasy begint ook steeds meer te mengen. Uh, want daar gaat onze verbeelding heen. De ruimte. We weten het niet. Wat is daar? We kunnen alles verzinnen. Ja, het kan op allemaal. Op die manier is, raak je nooit uitgepraat over... Het genre fantasy, want nee. de fantasy is fantasy een genre? Ja. Want nu denk ik ineens, ja, van, volgens mij is fantasy nu. Als je het terugbrengt zo tot de essentie, groot, ja, het is heel groot. Het is dan, heel groot. Dat het eigenlijk gewoon dat het niet meer mogelijk is om te zeggen, ik ben een fantasylezer en dat je, ja, weet ik veel. Blijkbaar ben ik ook een fantasy-lezer. <laughs> <laughs> maar daarom um. zijn er dus steeds meer subgenres die beginnen te ontstaan. Zodat mensen kunnen zeggen, ja, nee, maar ik hou van dit soort fantasy. Maar in essentie is fantasy eigenlijk gewoon een. Uh, er is een vorm van magie die niet per se wetenschappelijk uit te leggen is. Ja. Uh, en het is dus een, een andere variatie van onze wereld die niet per se realistisch is, want er zit een magisch element in. Uh, en dat kan dus op de ouderwetse manier zijn met tovenaars, kan ook zijn uh, met iets wat een beetje lijkt op wetenschap, zoals een Star Wars. Ja. Lijkt een soort van vergevorderde technologie. Legit. Maar eigenlijk is het gewoon iets wat verzonnen is. Ja, nee, dat is. Uiteindelijk, <laughs> uiteindelijk is dat wel. Een waar, soort de Force is een soort iets wat niemand ziet en niemand weet wat het is en ja. is er een uitleg voor? Ja, er zijn wel theorieën over. De Star Wars-neurs komen, komen nu waarschijnlijk in de comments ons en we gaan de les lezen. Die, die zijn hier toch niet gekomen. Ja. Dus dat, dat, scheelt een, dat scheelt een hele hoop. Maar uh, ik dacht van... Oh, oh dan ga ik... Uh, volgens mij heb ik je, heb, hebben we jou voorgesteld. Met je naam en ja, zo. Ja, mijn naam. Ja, ja, echt? En als liefhebber van Oh, Fantasy. gelukkig. Ja. Oh, dat betekent, ik zat net te denken... Heeft je naam wel gezegd? Het zou wel gek zijn. Dan zitten We op 37 minuten... <laughs> Want van, uh, hoe heet je eigenlijk? Um, ik ben een zwevende stem. Oeh, die informatie ik zeg wel blijkbaar altijd je naam verkeerd. Komt-ie, hè? Tamar. Nee, dat is goed. Oh, echt? Ja. Ha. Misschien zeg ik het zelf verkeerd. Ik <laughs> hem al mijn hele leven. <laughs> nee, er waren mensen die zeiden, ze van, nee, je zegt het verkeerd. Nee, het oh. zo Tamar. Nee, het is Tamar. Of zo, weet ik veel. Ja, klemtonen, jongens. Ik, ma zo maakt het ook geweest. eigenlijk niet zo heel veel uit. Even kijken, hoor. Uh, oh, wat wilde ik nou doen? Oh, wacht. Ik heb hier nog... Waar kan ik Fantasy aan herkennen? Nou, dat heb ik allemaal... Huppe, waar is Heb ik hem allemaal gehad? Van hè? Ja. Ah! Ik heb een winactie. Want ik heb, ik heb me toch een fantasyboek. <laughs> Even kijken hoor. Hoe oh, heb ik die nou? Oh, hier. Yes. Het is Artemis Fowl. En wat vind je ervan? Wat ik, vond je ervan? Ik heb hem gelezen als kind. En ik weet dat ik het toen heel leuk vond... Maar Je hebt er niks van onthouden. Je hebt er niks van onthouden. Nou, dat snap ik wel, want het is echt super stom. <laughs> <laughs> nou, ik vind het super stom. Ik, het was een soort van uh, een verborgen wereld onder de onze. Zeg ik dat goed? Uh, ik heb werkelijk geen idee. Oh. Is het is allemaal bezig. Weet je, ik vond het zo. Uh, ver van Betjo. Ik weet het allemaal niet, man. Ik vond het echt. Dit is volgens mij ook een van de kinderboeken die een beetje science fiction en fa fantasy mengt. Ja, dat klopt wel. Want er is iets met uh, een crimineel meesterbrein, belust op macht en geld. Oh, hey. oh er loopt een poes. <laughs> um, dus iets met computers en zo en weet ik veel allemaal. Maar computers ik ben blad, en magie. Bladzijde, ja. Ja, ja klopt. Epic Fantasy. <laughs> nou, zo epic ik. Nee, dit is, dit is een soort. Oh ja. Dus dit is echt urban, urban fantasy? Wel, urban denk ik, toch? Fantasy. Het is onze oh, zo, wereld. Zo, zo, zo voelde dat ook wel. Ja. zo voelde dat ook wel. Zeg maar het idee wat ik heb bij Urban, dat was dit wel. Maar dan, maar dan wel. Een, een, maar ja, dit boek kan je dus winnen. Nou. Ja. Wat moet je doen als je dit. Uh, dat hebben we helemaal nog niet bedacht. Oh. Wat moet ik ja, zeggen? Ik weet er wel niks van. <laughs> jij vond het helemaal te gek. Vroeger, lang, lang, lang geleden. Galaxy far, far away. <laughs> um, maar Wat zou je moeten doen om dit te winnen? Heb je een idee? Hmm. Gewoon zeggen: ik wil, ik wil dat stomme boek. Ja, ik zou vooral zeggen, inderdaad, ja, ik wil, ik wil dit boek. Moeten we een soort uh, vraag verzinnen? En degene dat met het de juiste antwoord? Wint? Dat, ja, dat kan. Even kijken hoor. niet uh, wat we in deze podcast gezegd hebben, maar dan kunnen mensen terugluisteren natuurlijk. Dat is misschien dat, niet zo. Uh, ja, maar dat is op zich ook wel ja. heel goed. Volg oh, dan in welk we jaar is volgens ons Lord of the Rings uitgegeven? Is dat een goede? Volgens ons. Oh, ja, dat is een keer gezegd, toch? Weet, ja, ik weet namelijk niet of ik het jaartal aan jou goed verteld heb. Maar volgens <laughs> ons. <laughs> oh ja, oh, dat, is, dat is helemaal ah. goed. Dus wil je een stom boek winnen? Nou, zeg dan wanneer volgens ons Lord of the Rings de wereld in is geslingerd. Nou, helemaal leuk. Uh, nou, nog even een shout-out naar Nevermore. Als je het dan hebt over, uh, over fantasy, nou, dan vind ik dit helemaal awesome. Nou, dat is het wel. Oh, nou, je kent het niet. Nee, niet dit moet je gaan uit. lezen, want het is oh. echt helemaal te gek. Uh, uh, ja, je... als een kind, wat, wat magie aan het. Wat vond je wat van uh, Harry is. Potter? Ja, dat was fantastisch. Kijk. Ja. Nou, stepping up a notch. <laughs> Nevermore. Het zijn nu drie delen. En uh, er, er komen er negen. Zo. Dus je kan uh, flink uh, wachten, vooral. We moeten wachten tot oktober 2022 voor deel 4. Oeh. Dus, uh, maar die heb ik al gepreorderd. <laughs> want dat kan dan blijkbaar wel. Uh, maar. Pardon. Uh, <laughs> uh, dit is een meisje. Die leeft. Uh, ja. Het is niet op aarde, zij weet niet dat zij magische krachten heeft. Wat zij wel weet is dat ze vervloekt wordt door, nou ja, denkt vervloekt te zijn door de mensen om haar heen. En dan wordt ze opgehaald door iemand en naar Nevermore gebracht. Oh. Maar het is allemaal niet op Onze aarde, aarde. onze wereld. Ik vind het een vrij episch verhaal, mm. maar ik neem aan dat het geen epic... Zit er een kaart in? Nee. Dan is het niet epic. <laughs> maar het heeft wel een klein beetje van dat fond. Ja, ja het heeft wel... Weet ik niet, ja. weet niet of dit... Dit is heel sierlijk. Ja, dit is meer inderdaad... Uh, ik probeer erop te komen, ik weet het niet. Urban. Ja. Uh, urban nou weet ik, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er zit dus wel... Uh, er zitten magische wezens in. Hm. Een hele grote kat zit erin bijvoorbeeld. Ah. En, uh, maar een hele sloot met uh, magie. Dus, ja, dat is Fantasy. Magic Fantasy, ja. zeg ik dan altijd. <laughs> magic Fantasy. Uh, ik heb geen idee of er mensen zijn die het einde hebben gehaald van dit gesprek. <laughs> ik vond het. Moeten we afsluiten? Wil je nog iets zeggen? Moeten ik we weet het. Nou, nee, wij kunnen nog eindeloos doorpraten hierover, geloof ik. ik nou, we ik hebben niet. nog zoveel no niet genoemd. Zo? Ik heb nog zoveel niet genoemd. Game of Thrones. Oh ja, oh dat is ook een boek, hè? Narnia. Dat is saai, hè? <laughs> Narnia, pratende dieren Als je het hebt over de eendeling f... Eindeling? Eindeling? Oh, ik zei oh, oh. uh, het verkeerd Maar dat is je vergeven lezen, uh, dan, uh, dan zeg je Narnia Als je zegt pratende dieren Nou, ik zeg de eindeling <laughs> Goed zo <laughs> Goed zo, is vast ook veel beter want uit welk jaar komt uh, Narnia? Weet je dat ja, zo? jaren 40, 50 oh, dat ook. Ze is, is een super tijdsgenoot oud. van Tolkien. Dus, uh, oh, ja. En van Tonken? <laughs> niet van Tonken, geloof ik. Oh nee. Tonken is denk ik is... later. Ik weet het niet. Is... Dit is de jaren 60 hebben we het dan over. Oh, nou, ja. Echt poepzaam. Ja. Nou ja, daar kan ik niks aan doen. Vampier, uh. daar hebben we het ook nog niet over gehad. Of oh, van weerwolfje. Ja. Oh, wil je daar nog iets over zeggen? Nee, Dolfje weer was heel leuk lezen. Ik heb, ik heb het <laughs> nog nooit gelezen, maar dat is Oh jee, oh, er zijn echt heel veel dingen wat je dan wat onder fancy, want oh, vampieren en Dracula en zo. Ja. Maar Dracula is dat niet een beetje horror is? Ja, het kan ook onder horror vallen, hoor. Dat, dat hangt er vanaf hoe eng het echt is. Uh, maar je hebt het. Is zeker... Dolfje weer wel of je eng? Uh, het valt misschien onder de kinderboeken valt. Het uh, kinderliteratuur. Valt het misschien onder de wat engere boeken? Spannend zou ik het noemen. Spannend. Eng niet. Nee, het is geen horror. Nee, precies. Spannend. Maar het is wel fancy. Ik zou het fancy noemen, ja. Een jongetje die in een weerwolf verandert. Op deze aarde. Op, in deze wereld. De rest van de mensen om hem heen zien dat het een weerwolf is. Ja. Dus, als iedereen oké okay daarmee is. Nou ja, ze hoeven er niet oké okay mee te zijn. Is hè? het fancy? Dat kan ook toch? Nee, maar redelijk... dat we in, <laughs> uh, in ieder geval zien: hé, hey, dit is fancy. Oh nee, niet, dit is fancy. Dit is een nee. Weerwolf. Dus dan is zo'n. In de wereld gebeurt het echt. Is de magie ja, echt, zeg maar. En als, ja, zodra ja. dat gebeurt, fancy. Sure. Of is dat te, te kort? Want <laughs> dan hebben we een afsluiting. Oh. <laughs> een soort van. Ja, ik zou zeggen, magie is wel echt een van de grootste... Iets, iets supernatuurlijks. Wat ja. eigenlijk in, on, in onze wereld niet gebeurt. Gebeurt in dit verhaal wel. In welke vorm dat is. Dat ja. kan tegenwoordig van alles zijn. Ja. Een pratend dier is eigenlijk al magisch genoeg. Hoeft er geen andere magie meer voor te komen. Is eigenlijk punt. iets supernatuurlijks. Nou. Een weerwolf, ja. Ik vind het heel ingewikkeld. Is het ook. En uh, ik vind dat er heel veel is. <laughs> Vooral... Even kijken hoor, kan ik nog een leuke goed. afsluiting? Dat is goed, dat er zoveel is. Kijk, nu heb ik een leuke, een, een gezellig <laughs> muziekje om af te sluiten. Uh, ik vond het wel leuk. Ik ook. Geloof Dank ik. Dankjewel dat ik mocht langskomen. Ja, nee, om, dankjewel uh, dat je wilde komen. te spuien over mijn... Uh... <laughs> de liefde voor de fantasy, wat een genre is, maar eigenlijk ook niet. Eigenlijk gewoon literatuur in de breedste zin, jongens. Want ja. fantasy is literatuur, hè? Want daar begon het toch ook. Toch dan? Vind begon... ik, ik wel, ja. Ja, precies. Allee, nu gaat mijn hoofd weer aan. Maar volgende keer. Volgende keer <laughs> gaan we het misschien weer hebben over fantasy. Misschien ook niet. Oh, misschien. Nou, dat weet ik wel. Als ik een hele specifieke vraag heb, dan... Uh, Bel me maar. Of een, uh, maar of een andere, een andere <laughs> wat minder specifieke vraag... Over fantasy, nou dat kan blijkbaar bij mijn hele boekkast. Uh, dan, uh, dan bel ik je. Ja, is het fantasy? Is dit niet? Ik geef een antwoord. Ja, want <laughs> dans ik even ben ik afgeleid door het gezellige muziekje. Um, nou, ik dank iedereen die nou, een minuut of 47 heeft geluisterd Oef. naar dit gewauwel. Ik heb geen... <laughs> zat er een lijn in? Ik weet het niet. Ah, um, hoeft ook niet. Wij zijn nee, geen precies. auteurs, hè. Wij hoeven ons niet aan... Uh, dat is waar. <laughs> Wij zijn ook geen professionele radiomakers. Alhoewel, dat wel zo klinkt misschien. Ik hoop het. Ja, Zeker. ik hoop het. Ja. Hele goede technologie dat, hier. Precies. Ja, maar het is, professioneel is het hier, hè. Een professionele setting. Kijk het is hier even. hartstikke professioneel. <laughs> Studio Straatweg. Nou, uh, nou, binnenkort komen nog meer mensen langs. Nou, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ga ik natuurlijk weer allemaal een soort van recensies doen. En dan kijk ik wel wat... Er ik heb geen idee, man. Ik heb <laughs> geen idee voor wie dit is. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik weet alleen dat ik een fun time heb. En uh, nou, muziekje zet ik uit. Dan doe ik het laatste leuke... Uh, ja, het is een, een verbastering op... Of, nou ja, het lijkt heel erg op een soort van recensietune. Maar Ooh. het is dus uh, een soort van uh, tune Want ik dacht... Look,